Duurzame zetbaarheid, dat begint natuurlijk, wat Bart ook al zei, met dit angstaanjagende discussie. Tot hoe lang moeten we blijven werken? Wat ik opvallend vind, als je kijkt naar de CBS-statistiek, dan blijkt dat sinds 2006 we gemiddeld elk jaar ongeveer 5 maanden langer zijn gaan werken. Dus we hebben er heel veel discussie over, maar de cijfers wijzen uit dat nu bijna iedereen op zijn 65ste stopt. En dat had je in 2006 met al die beleidsveranderingen niet kunnen bedenken, dat dat klaarblijkelijk voor een hele grote groep gewoon goed gaat. Dus dat is best het positieve nieuws. Het negatieve nieuws, ik weet niet of u het nieuws heeft gevolgd op dat punt. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft, volgens mij was het gisteren, een rapport laten verschijnen waarin men kijkt naar hoe zit het nu met de arbeidsparticipatie in Nederland. En 2 schokkende cijfers vind ik zelf, dat over een bepaalde periode waar ze goede cijfers hadden, 2008, 2014... zie je een daling in de arbeidsdeelname van mensen die gedeeltelijk een uitkering hebben vanwege arbeidsongeschiktheid. En je ziet ook een daling in het aantal werkende waarjongers. En de onderzoekers in dat rapport schrijven heel subtiel, ja, de participatiewet kunnen we nog niet evalueren. Maar ik geloof daar niks van dat die participatiewet deze cijfers dramatisch zal gaan veranderen. Dus ondanks het feit dat heel veel mensen die pensioenleeftijd klaarblijkelijk goed kunnen halen, zijn er hele grote groepen in de samenleving die wij uitsluiten gedurende dat proces. En het rapport zegt letterlijk, er is sprake van een survival of the fittest op de Nederlandse arbeidsmarkt, waarbij gezondheid een van de dominante selectiecriteria lijkt te zijn. Dat vind ik best wel angstaanjagend nieuws. Derde wat mij fascineert, daar heeft u misschien ook wel een keer van gehoord. Het OECD-rapport over Nederland van 2014, waarin men vanuit een bureautje in Parijs bedenkt wat het advies voor de Nederlandse arbeidsmarkt is. Ja, u kunt het lezen. Ja, gewoon economische prikkel. En we betalen ouderen gewoon minder, want ze zijn minder waard. We geven ze vooral een korte uitkering als ze werkloos worden, want dan gaan ze allemaal als een gek solliciteren en dan zijn er plots banen voor ze. Ja, ik denk niet dat het zo gaat werken. Maar wat wel een interessante gedachte in dat rapport is, dat dat de tweede aandachtstreep. Ja, werk en pensioen, dat is in Nederland nu bijna, je werkt tot je pensioen en dan plof, in één keer ga je met pensioen. En die geleidelijke overgang, die in andere landen wel veel gebruikelijker is, die kennen we eigenlijk niet zo. En dat is wel een onderdeel van een interessant advies, denk ik. Waarom is die discussie over langer doorwerken zo belangrijk? Ja, ik laat het elke keer weer zien, omdat mensen het eigenlijk niet geloven wat er gebeurt in Nederland. Wij worden namelijk in een ongelooflijk sneltreinvaart gezond ouder. En dat gaat knetterhard. Elke 10 jaar, 2,5 jaar in de levensverwachting. Dus elke week, 1,5 dag. Als u mijn lezing overleeft, ga ik vanuit, is uw levensverwachting alweer met 10 minuten gestegen. Nou ga ik niet claimen dat de laatste 10 minuten van uw leven u nog terugdenkt aan mijn lezing. Maar dat is een snelheid, dat is ongehoord. Dus dan gaan dingen fantastisch goed in de samenleving. Recente cijfers. Levensverwachting bij geboorte op dit moment. Mannen en vrouwen. Nog steeds een verschil, maar de mannen lopen de vrouwen langzaam een klein beetje in. Het verschil is wel eens 5 jaar geweest. Sommige mensen in mijn vakgebied zeggen, ja, dat komt ervan als vrouwen ook harder moeten gaan werken.
En we zullen zien, we zullen zien. Ik denk dat vrouwen nog op een aantal manieren die levensverwachting hoger zal blijven. Wat interessant hierbij is, is dat je kijkt naar de levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Dat is een van die punten waarvan ik denk dat mensen niet goed begrijpen wat levensverwachting die betekent. Dus als je levensverwachting van mannen tegen de 80, als je daar 65 vanaf trekt, kom je op 15 uit. Maar als je 65 bent, heb je een langere levensverwachting dan die 15 jaar. Want je bent 65 geworden. Je bent niet overleden voor je 65. Je leeft namelijk. Dus je hebt een langere levensverwachting. Dat betekent dat wij dus gemiddeld genomen 18,6 jaar als man vanaf 65 jaar nog leven. Vrouwen 21. En zoals u hier in de zaal zit, krijgt u er nog anderhalf jaar bij, omdat u hoog bent opgeleid en een behoorlijk goed inkomen heeft in vergelijking met veel anderen. Dus na uw 65ste heeft u nog een half leven voor u, zou ik willen zeggen. Dat is het goede nieuws. Dit zijn de grote verschillen. Niet iedereen krijgt diezelfde levensverwachting. Dus mensen met een lagere opleiding, dat is het extreem, versus mensen met een hogere opleiding, hbo of universiteit, daar zie je bij mannen een verschil van 7 jaar. En 7 jaar is echt heel veel. Als in Nederland niemand meer aan kanker zou overlijden, en 31% van de Nederlanders die overlijdt aan kanker, als niemand meer aan kanker zou overlijden, dan winnen we 3,5 jaar aan levensverwachting. En hier praten we over 7 jaar verschil in levensverwachting. En als je dat naar gezonde levensverwachting zou doen, dan zal die lager opgeleide man, of die man met VMBO, die zal op zijn 50ste, op zijn 55ste gemiddeld genomen al serieuze gezondheidsproblemen hebben. Terwijl die HRM'er, die personeelsfunctionaris of die hoogleraar die goed is opgeleid, die zal pas op zijn 70ste of 72ste serieuze gezondheidsproblemen krijgen. En dat zijn de mensen die over anderen voor een deel beslissen wat er moet gebeuren. Dus laat dat op je inwerken, dat er een compleet andere wereld zit. En dat zijn grote verschillen. Even een zijlijn, wil ik toch graag altijd benadrukken. Wij vergeten wel eens, we zeggen langer doorwerken, dat, nou ja, is dat nou een straf of een zegen? Een van de belangrijkste boodschappen vind ik van de afgelopen 10 jaar, waar we als onderzoekers steeds meer achter zijn gekomen, dat werk op zich mensen gelukkig maakt, mensen gezond maakt. En als je het niet gelooft, ik zou zeggen, word eens een tijdje werkloos. Het is een eenvoudig experiment, je zegt je baan gewoon op en gaat eens een jaartje niet naar je werk. Nou, eens kijken wat er gebeurt met je. Dit zijn cijfers uit de 4 grote steden. Veel discussie over eenzaamheid, depressiviteit. En ik heb tegen de wethouder in Rotterdam dit plaatje laten zien en heb gezegd van ja, je richt je op de verkeerde dingen. Het gaat over werk en armoede. Dat is waar je gezondheidsbeleid op moet maken. En dat blijkt in alle grote steden het cruciale probleem te zijn. Dus werk is heel belangrijk voor gezondheid. Maar gezondheid is dus ook belangrijk om te blijven werken. En die voortdurende interactie, dat is wat duurzaam inzetbaarheid zo'n complex dossier maakt. Korte samenvatting. Wij worden snel ouder. Maar wij werken ook snel veel langer. Als je dat op elkaar legt, dan zal je zien dat we de laatste 10 jaar, dat wat we ouder zijn geworden, eigenlijk werkend zijn gaan doorbrengen. Is dat ook het perspectief voor de komende 20 jaar? Ja, als dat zo is, dan gaat de pensioengerechtigde leeftijd nog wel 3-4 jaar omhoog. Als we die trend doortrekken. Dus dat wordt interessant. Maar volgens mij praten we over 2 dingen. We kunnen langer doorwerken of we kunnen zeggen, nou ja, in die 40 jaar werk moet je je pensioen verdienen voor gemiddeld, hier staat nog 20, maar ik denk dat het al heel gauw gemiddeld 2,23 wordt. En bedenk, dat is wat dat betekent. Als je in 40 jaar je pensioen moet verdienen voor 20 jaar, dan denk ik dat de premies echt fors omhoog moeten gaan. Hoe lang werken we nu eigenlijk? Dat vind ik ook zo'n belangrijke vraag.
Mijn lokale voetbalteam gebruik ik daarvoor. en dat doe ik vooral dit jaar natuurlijk. Kijk, Dirk Kuyt vind ik een mooi voorbeeld. Dirk Kuyt zal niet tot zijn 50ste als midvoor of zelfs al op de middenveld of in de achterhoede van Feyenoord blijven spelen. Dat zal hij niet redden. Want sport is, zoals hij dat doet, topsport, dat is belastend. En soms is werk ook topsport. En dan is het ook niet reëel dat je verwacht dat iemand op zijn 65ste, mijn favoriete beroepsgroep waar ik jarenlang onderzoek heb gedaan, stijgerbouw. Ik zie een stijgerbouw van 65 nog niet voor me. Ik denk dat dat niet gaat lukken. Ik ben ook gefascineerd door hoe lang werken we nu eigenlijk. Want iedereen denkt dat we allemaal werken, maar er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die niet werken. En wij hebben een tijd geleden is voor de Nederlandse populatie uitgerekend. Als iemand 25 is, hoeveel jaar denk je dat die persoon gaat werken? Dus we hebben levensverwachting. En hoeveel jaren denken we dat mensen gaan leven? Dat hebben we ook voor arbeidsverwachting uitgerekend. Hoeveel jaren denken we dat mensen gaan werken? Daar hebben we 2 miljoen Nederlanders voor gebruikt, waarvan we gedurende 10 jaar lang via de Belastingdienst precies konden achterhalen of ze werkten. Want de Belastingdienst weet waar je inkomen vandaan komt. Dus die kan per maand voor ons vaststellen hoe dat is. En dat is dus interessant. Dit is de opleiding, want ik ben natuurlijk, zullen jullie wel begrijpen, geïnteresseerd in verschillende opleidingen. En dan zie je, als je kijkt naar het eerste blokje, arbeidsongeschiktheid, hoger opgeleide verliezen, gemiddeld 0,35 jaar aan arbeidsongeschiktheid. En sommige 10 jaar, andere 0, maar gemiddeld in die hele groep hoger opgeleide, tot een 65ste, is dat een maand of 4-5. Bij die lager opgeleide is dat 1,5 jaar. Dus dat is 1,1, 1,2 jaar verschil. En dat heeft natuurlijk met gezondheid en arbeidsbelasting te maken. We zien hetzelfde met werkloosheid. Zien wij ook grote verschillen. We zien, interessant genoeg, bijna het derde balkje is de vroegpensioenregeling die nog bestond op het moment dat wij het onderzoek deden. Wij zien bij de vroegpensioenregeling geen verschil. En dat is dan niet gezondheidsbeïnvloed. Dus wat bij gezondheid beïnvloed wordt, is werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. En daar zien wij grote verschillen. En dat baart ons een beetje zorgen. Want gezondheid in relatie tot arbeidsomstandigheden kan leiden tot arbeidsongeschiktheid. Werkloosheid, daar speelt gezondheid ook een rol in. En bij de economisch inactieve speelt gezondheid een ingewikkelde rol, omdat dat voor een deel een positieve keuze is van mensen, hè, die eerder stoppen met werken en economisch inactief worden, omdat ze een goede gezondheid hebben en ook van alles willen. Maar er zijn ook mensen die juist stoppen omdat ze een slechte gezondheid hebben en denken van, nou ja, ik hou mijn werk niet vol. En dat kunnen we niet goed in elkaar trekken. Want dat speelt altijd een rol. Nou, we hebben een tijd geleden voor de overheid een keer uitgerekend. Wat zou je nou kunnen doen om de inzetbaarheid van de Nederlandse beroepsbevolking te vergroten? Aan welke knoppen moet je dan draaien? Nou, op basis van die voorgaande cijfers hebben we toen ingeschat. Nou, als je kijkt naar de belangrijkste arbeidsomstandigheden, klassieke indeling, psychosociale factoren, fysieke belasting en de gezondheid van de werknemers. Als je daarop zou gaan sturen en je zou voorkomen dat dat belangrijke risicofactoren worden voor gezondheidsverslechtering en uitval, dan kan je voor alle drie van die factoren ruwweg 0,3, 0,4, 0,5 jaar winnen in de duurzame inzetbaarheid. En dat is netjes voor elkaar gecorrigeerd, dus je mag het optellen. Dus je praat gauw over 1 jaar duurzame inzetbaarheid die je kan winnen als je arbeidsomstandigheden redelijk onder controle hebt, als je gezondheid redelijk onder controle hebt. En dat is natuurlijk op macro-economisch niveau is dat hartstikke veel, 1 jaar. Dus er zitten heel veel mogelijkheden hier om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.
Laat dit eens op u inwerken. Dit is een definitie van duurzame inzetbaarheid, gemaakt door 5 hoogleraren. En u begrijpt het al. Het is een lange zin en het dwarrelt van moeilijke woorden. En niemand kan dit nou precies begrijpen. Dus ik probeer het simpel samen te vatten. En waar gaat het om? Het gaat erom dat mensen in een situatie zitten waarin ze werken, maar waarin je ook iets over een levensloop gaat bedenken. Hè? Dus het werk nu en het werk van de toekomst, dat kan compleet anders zijn. En wat moet je nu dan doen om te zorgen dat je dat werk van de toekomst ook kan blijven doen? Dus die levensloopbenadering. We komen er in toenemende mate achter dat als er problemen zijn in het werk, dat je niet simpelweg kan zeggen, ja, dat ligt aan die persoon of dat ligt aan de context. Het is, nou ja, u zult het waarschijnlijk allemaal wel weten, dat is precies die interactie van die persoon in een bepaalde context en daar weten we eigenlijk nog vrij weinig van. En waar we steeds meer achter komen, werk als waarde. Als je aan mensen vraagt wat ze belangrijk vinden, en ik doe dat in veel onderzoek, dan is het altijd gezondheid en werk, die staan in de top 5. Altijd. En dat zijn we wel eens vergeten, dat werk zo'n belangrijke waarde heeft. En ik denk dat we dat met elkaar veel meer moeten vaststellen. Nou, als je duurzame zetbaarheid dan simpel gaat vertalen naar wat moet je proberen te organiseren. Je moet organiseren dat mensen de middelen hebben om te kunnen werken. Ja, dat kunnen. Je moet organiseren dat ze ook daadwerkelijk willen werken, dat ze willen presteren. En je moet het dan ook daadwerkelijk op die plek realiseren. En dat lijkt een beetje op de ideeën van het beroemde huis van werkvermogen van de Finse onderzoeker Jussi Ilmarinen. Die is daar in de jaren 80 mee begonnen. En Finland was het eerste land waar de vergrijzing in Europa heel snel ging. Dus die hadden al gemiddeld genomen een werknemerspopulatie met leeftijden van 45, 50, terwijl wij in Nederland nog 35, 40 hadden. Dus die zijn al heel snel, die Finnen, begonnen met, ja, wat moeten we nou doen om mensen langer in dat arbeidsproces te houden? En hij heeft daar een huis voor bedacht, op zichzelf een leuk idee, want hij is begonnen met, denk even terug aan het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. De arbeidsparticipatie van waarjongers, op dit moment 22% in Nederland. Dus hij is begonnen met gezondheid. Je moet gezond zijn om op die arbeidsmarkt een redelijke plek te vinden. Vervolgens moet je vaardigheden en kennis blijven ontwikkelen. Werk als waarde is belangrijk en vervolgens kan je pas naar het werk kijken. Allemaal belangrijke stappen die duurzame zetbaarheid bepalen. En hij heeft daarvoor een instrument ontwikkeld en dat noemt hij werkvermogen. En met dat instrument ben ik afgelopen jaren heel erg veel onderzoek gaan doen. En ik ga nu een aantal bedrijven, sectoren laten zien met resultaten van wat bepaalt nou werkvermogen en wat zou je eraan moeten doen. En daar heb ik altijd 5 vragen voor mezelf. Eerst wil ik weten, wat bepaalt nu verminderde inzetbaarheid? En hoe belangrijk zijn die factoren die verminderde inzetbaarheid bepalen? Hoe belangrijk zijn die nu voor het individu en voor de organisatie? En dat zijn 2 belangrijke vragen in 1 eigenlijk. En dan vervolgens, wat doen individuen nou om hun inzetbaarheid te verbeteren? Wat doen ze zichtbaar via de organisatie en wat doen ze in hun privédomein? En vervolgens, ja, wat moeten organisaties dan aan duurzame zetbaarheid doen? En de volgende vraag is natuurlijk de belangrijkste. Kan je ook aangeven dat de dingen die gedaan moeten worden, hoe je dat moet doen, dat je garantie op succes hebt? Nou, van dat laatste weten we nog het minste, maar er zijn wel een paar hele goede aanknopingspunten. Onderzoek in de zorg. 7000 werknemers. Onderzoek in 18 instellingen in Zuid- en Midden-Limburg. En we hebben die mensen onderzocht met die vragenlijst. En aan u de vraag, welke factoren die hierop staan, denkt u nu zijn heel belangrijk?
Denk daar even over na voor jezelf. Overleg even met uw buurman, buurvrouw. En dan ga ik zo even inventariseren wat de top 3 is bij jullie. Oké, ik ga even snel proberen te peilen. Wie denkt dat salaris bij de top 3 staat van factoren die werkvermogen in de zorg bepalen? Als je ja denkt, dan... Oké, dat is één dapper iemand die denkt... De rol van de leidinggevende. Leiderschap, ja. Oké. Hoge werkdruk. Kijk, zorg, hoge werkdruk. Gebrek aan waardering. Ja, dat staat met werkdruk denk ik wel op gelijke hoogte. Regelmogelijkheden in het werk. Ja, ja. Verstoorde werk-privébalans. Vingers blijven omhoog, maar iets minder. Fysiek werk. Dit is de volgorde. Onbalans werk-privé. In de zorg, grotendeels vrouwen in dat onderzoek. Wat is het belangrijkste en wat wij in Nederland niet zo goed geregeld hebben? Alles met tijden rond kinderopvang, noem maar op. Is nummer 1. Nummer 2, dat vind ik zelf heel leuk. Dat vond ik, ik heb al die directeuren van die zorgorganisaties bezocht. En ik heb gezegd, nou ja, jullie kunnen je werkvermogen gigantisch snel verbeteren. Kost helemaal geen geld. Gewoon een beetje meer waardering en liefde voor je personeel. Want gebrek aan waardering scoort heel hoog. Mensen die zelf in de vragenlijst hadden, gewoon een simpele vraag van, ken je de visie en de missie van je organisatie en kan je daarin zelf terugvinden? En als mensen daar nee op zeiden, dus ze herkennen niet zo goed wat hun rol is in de organisatie, wat de organisatie wil, scoor je dus slechter. Dit is een beetje kort weergegeven. Dit is niet gebrek aan ondersteuning van de leidinggevende. Nee, dit is gebrek aan ondersteuning door de leidinggevende. Dus dat wordt in de zorg als een belangrijke factor gezien. En salaris is eigenlijk helemaal onderaan. Dat is interessant. Nu krijg je wat meer inzicht in hoe zit het dan. We hebben het uitgebreid. We zijn volgens naar gezondheidsfactoren gaan vragen. Nou, iemand die zijn gezondheid als slecht ervaart, dat is de allerbelangrijkste risicofactor. Maar dat had hij al begrepen. Hè? Dat is het selectiemechanisme in de arbeidsmarkt. Daar liggen de echte grote problemen. Obesitas scoort dus precies gelijk aan geen gedeelde missie en doelen. Dat is interessant, ja. Roken en gebrek aan bewegen scoort eigenlijk vrij laag. Terwijl in die meeste instellingen waar wij waren, het zijn er 18 in totaal die hebben meegedaan, was bewegen wel echt een heel belangrijk issue. Werkgerelateerde factoren, werkdruk, gebrek aan regelmogelijkheden komt inderdaad omhoog. Belastende houding en beweging, de fysieke belasting, scoort hoger dan werkdruk en regelmogelijkheden. Op deze manier kunnen wij in die organisaties aangeven, als je nu kijkt bij jullie wat echt cruciaal is, zijn dit de lijstjes waarop je moet gaan sturen. En kan je dus allerlei verschillende maatregelen gaan nemen. Dus hier moeten maatregelen worden genomen op het gebied van HRM-beleid, op het gebied van gezondheid, op het gebied van arbeidsomstandigheden. En we hebben dat op deze manier samengevat. En wat moet je nou doen aan loopbaanontwikkeling? Wat moet je nou doen aan vitaliteit en gezondheid? Waar moet je in de arbeidssituatie op sturen? Wat is de organisatie? En disbalans werk-privé is eigenlijk een nog niet zo goed bekende factor in Nederland, waar we steeds beter achterkomen.
dat dat echt cruciaal is, vooral bij vrouwen. De bouw. 40.000 werknemers in de bouw, maar van 60% in de uitvoering. Bouwplaatspersoneel. Daar hebben we gedurende een follow-up van 10 jaar. Dus hebben we mensen 10 jaar lang gevolgd. En we zijn gaan kijken, wat voorspelt nou dat die mensen na 10 jaar niet meer in de bouw werken? Dat is een belangrijke vraag voor de bouw. Want je investeert in al die vakmanschap en dan verlies je mensen. Per jaar dat je ouder wordt, is de kans hoger dat je die 10 jaar niet volmaakt. Op allerlei redenen. Als je depressiviteitssymptomen had, dan is de kans dat je 10 jaar later nog in de bouw werkt, is bij kantoorpersoneel, dat is UTA-personeel, dat is kantoorpersoneel, 12% lager dat je nog werkt in de bouw. En op de bouwplaats is dat 10%, dat is bijna hetzelfde. Luchtwegklachten spelen een rol. Statische arbeidsbelasting speelt een rol. Hoge werkdruk, andersom. Dat is fascinerend. Dus hoge werkdruk leidt niet tot meer uitval, maar leidt tot minder uitval. En dat is een heel interessant fenomeen wat we tegenkomen. Mensen die een hoge werkdruk aangeven, zijn ook vaak mensen aan wie veel in de organisatie wordt gevraagd. Die voortdurend worden opgezocht in de organisatie, die blijken heel goed zijn in de dingen die ze doen. Want je moet, als je iets wil realiseren, moet je het vooral vragen aan iemand die knetterdruk heeft. Want ja, die kan dingen regelen. En dat zie je met die werkdruk dus ook. Dat is een interessant fenomeen. Maar wat in de bouw ook heel belangrijk is, en ik denk dat dat in uw sectoren ook een rol zou kunnen spelen. Als mensen aangeven, ik vind dat het niet veilig genoeg is op mijn bouwplaats om mijn werk te blijven doen, gaan mensen eerder de sector uit. Als mensen vinden dat er onvoldoende maatregelen zijn genomen, dan op die bouwplaats om veilig en gezond werk te maken, gaan ze eerder weg. Dus de manier hoe je je arbeidszorgsysteem organiseert bepaalt voor een deel of mensen in je sector willen blijven werken of niet. Toen zijn we ook eens naar die oudere werknemers gaan kijken, want ja, die hoge werkdruk, dat fascineerde mij. Waarom dat in die hele grote groep niet leidde tot vertrek, maar juist andersom. En toen ontdekten we dat bij die oudere werknemers speelt iets heel anders. Want dat zijn in de bouw de survivors. Dat zijn de mensen die 30, 40 jaar in de bouw hebben gewerkt. Die zijn aan alles gewend. Die kunnen dat klaarblijkelijk. En die zitten op een andere manier in elkaar dan die bouwvakken van 30, 35 of 40. En als je dan met die mensen ook in gesprek gaat, dan blijkt inderdaad, ja, dat extra jaartje eraan plakken, dat heeft echt te maken met werkdruk. Als je dat goed organiseert, dan blijven ze gewoon een jaartje langer werken. Maar als de werkdruk onverminderd hoog blijft, dan zijn er mensen die zeggen, ja, daar heb ik geen zin meer in. Dus dan moet je bij ouderen op een andere manier over nadenken dan bij jongeren. Transport, openbaar vervoersbedrijf. Hebben we veel discussie mee gehad. Want de gemiddelde leeftijd in dit bedrijf is 50 jaar. Dus als daar een buschauffeur van 25 binnenkomt, die ziet alleen maar vaders, opa's werk. Dus je kan daar even nadenken wat voor cultuurproblemen daar ontstaan. We zijn daar nu mee bezig om ze adviezen te geven. En het eerste wat we gedaan hebben, is we hebben eens uitgerekend, vind ik zelf wel leuk, de gemiddelde werkvermogen naar je leeftijd uitgezet. En helaas, voor iedereen in de zaal, uw piek ligt op 25 tot 27 waarschijnlijk. En daarna neemt uw werkvermogen heel langzaam af. En elk jaar een beetje. En die 65-jarige die heeft een werkvermogen, dat ligt rond 33 punten. En op de top is het 45 punten. Dus dat is ongeveer 20% minder. Maar wat interessant is, is de spreiding. Er zijn mensen aan de bovenkant, dat is de lijn waar 95% van alle mensen onder valt. Dus dat zijn de 5% beste mensen. Daar zie je dat er 65-jarigen zijn die een werkvermogen hebben wat boven het gemiddelde van een 25-jarige ligt.
Dus leeftijd op zich zegt niet zo heel veel. Het gaat om de verdeling in je organisatie. Maar gemiddeld genomen met de leeftijd gaat het werkvermogen iets achteruit. Maar als je vervolgens gaat kijken naar alle andere factoren, dan blijkt leeftijd maar een kleine factor te zijn. Want dit zijn de belangrijke factoren in dat bedrijf. 9% van het werkvermogen heeft met leefstijl te maken. 15% met opleiding en ontwikkeling. 17% heeft met werkomstandigheden te maken. 14% heeft met sociale werkomgeving te maken. Sociale steun, waardering. 17% ongewenst gedrag. Dat zijn vooral de passagiers en de andere weggebruikers. En als je in een bus zit, als je met buschauffeurs praat, wat voor shit die mensen over zich heen krijgen in de grote steden. Dus, dat is echt, ik schrik ervan. Dus dat is voor die buschauffeur en voor die trambestuurder is dat echt heel belangrijk voor een werkvermogen. Dat daar de organisatie goed is op ingericht. Dat er voldoende ondersteuning is. Dat ze leren daarmee omgaan. Want daar verlies je dus 17% van je werkvermogen mee. En als je dan de top 5 gaat bekijken. Dus eigenlijk top 6 zelfs. Blijven leren. Dus dit zijn mensen in een openbaar vervoersbedrijf. Het gros daarvan zit in uitvoerende functies. Als ze het gevoel hebben dat ze zich blijven ontwikkelen, dat ze blijven leren, scoren ze gemiddeld 7% hoger op hun werkvermogen. En dan zou je denken, ja, maar je hoeft toch alleen maar die bus te rijden? Maar als ze zich in die functie kunnen blijven ontwikkelen en ze dat ook zien, dan scoren ze dus veel hoger. Dus dat is voor zo'n organisatie hartstikke belangrijk dat ze dat beseffen. Werkdruk, ja, dat kan je bij voorstellen. Op tijd rijden. Strakke schema's. Maar waardering is net zo belangrijk. Gewoon waardering van leidinggevenden, van de top van het bedrijf, voor die buschauffeur en die trambestuurder. Daarmee verdien je dus letterlijk productiviteit. Door gewoon waardering uit te spreken op een manier die ze herkennen. Zijn wij in Nederland niet goed in. Dat is echt opmerkelijk. Wij vinden dat voortdurend in al het onderzoek. Weinig regelmogelijkheden. Ja, dat is natuurlijk ingewikkeld in zo'n bedrijf. Van hoe organiseer je dat? Maar je moet dan binnen de functie kijken naar wat zijn de mogelijkheden die je mensen zelf geeft om dat een beetje af te stemmen. Waar we ook achter komen is, als je alle factoren die bijdragen aan werkvermogen nou een rijtje zet en je gaat eens kijken hoeveel factoren hebben de mensen, dan blijken er in die groep van 2000 blijken er 6 te zijn waar geen enkele negatieve factor voor het werkvermogen aanwezig is. 6 op de 2000. Ik denk dat dat de directie is die de vragenlijst heeft ingevuld. Zes factoren of minder, 50% van de werknemers heeft te maken met 6 factoren of minder. Dus 50% heeft te maken met 6 factoren, met meer dan 6 factoren. Dus als je nadenkt over werkvermogen, betekent dat de gemiddelde werknemer bij dit bedrijf heeft te maken met 7, 8, 9, 10 factoren die een rol spelen. Dus dat betekent al dat we niet naar één simpele oplossing toe kunnen. Van we gaan dit nu even bedenken en dat wordt het. Dus het sturen op alleen maar werkdruk gaat in dit bedrijf gaat hem niet worden. En dit geldt voor alle bedrijven. Dat vergeten we wel eens. We denken van ja, dat moet 1 of 2 belangrijke problemen zijn. Het is een complex probleem. Werkvermogen spelen veel factoren tegelijkertijd een rol. En dat betekent dat veel mensen tegelijkertijd met factoren worden geconfronteerd die hun werkvermogen aantasten. Dus mijn advies, als je daarop zou moeten sturen, nadenk over gezondheid. Nadenk over arbeidsomstandigheden. En nadenk over hoe je eigen personeelsbeleid, organisatiebeleid van invloed is. Werk-privé-balans. Duidelijke organisatiedoelen, waardering. Dat zijn allemaal dingen die wij voortdurend
in de bouw, in openbaar vervoer, in de zorg. We vinden het voortdurend op ongeveer dezelfde manier terug. Wat moet je dan doen? Zijn we kansloos of niet? Nou, ik denk dat er heel veel kan gebeuren. In de zorg aan zet. In de zorg in Zuid-Midden-Limburg. Met zorg aan zet, de werkgeversvereniging, hebben we dit bedacht. Wij gaan voor elke organisatie aangeven, wat is bij jou een organisatie nu de mix van factoren die bij jou werknemers nu belangrijk zijn voor je werkvermogen. En die mix kan per organisatie een beetje verschillen. We hebben ook bedacht, ja, maar die mix kan dus ook bij individuen verschillen. Dus als je in gesprek gaat met individuen, bedenk dat voor dat individu die mix net wat anders kan zijn. Dus probeer in de dialoog die mix te achterhalen. En de top 10, die heb je, die weet je. Wat is uit die top 10 belangrijk? Bedenk ook dat korte en lange termijn problemen anders moeten worden aangepakt. Wat wij bij het openbaar vervoerbedrijf tegenkomen is, dat zal u ongetwijfeld ook tegenkomen, beslag op loon wegens schulden. Het zijn allemaal, als je dat niet oplost, gaan mensen ook nauwelijks aan hun gezondheid werken. Dus die korte termijn problemen die belemmeren dat zicht op lange termijn verbeteringen. Succesvolle aanpak moet je in organisaties heel goed over nadenken. Ik ben een voorstander van kleine stapjes. Ik denk dat die grote veranderingen voor veel mensen te groot is. Kleine stapjes en duurzame begeleiding van die stapjes. Wat hebben wij gedaan? We hebben met al die organisaties zijn we voortdurend aan tafel hebben we gezeten in een soort lerend netwerk. En we hebben bedacht, we gaan voor alle onderdelen gaan wij top 3's maken. Dit is de top 3 voor HRM. En dan hebben we gezegd, nou ja, wat je moet doen is jaarlijkse functioneringsgesprekken en duidelijke afspraken maken. En dat bleek, 4-5% bij te dragen aan werkvermogen. Nou, dat is een heel concreet advies. Sommige organisaties hadden, ik denk minder dan 40% van hun medewerkers hadden een jaarlijks gesprek. En je kan het functioneringsgesprek noemen. In mijn organisatie heet het jaargesprek. Gaat het niet over functioneren, maar gewoon een gesprek één keer per jaar met je leidinggevende. Ik denk dat dat cruciaal is voor je werkvermogen. Waardering uitspreken. In die organisaties is men aan de slag gegaan met het leren waardering uitspreken. En soms heel grappig met sessies met van die gele post-its, dat je waardering over een collega moet uitspreken. En dan gaat iedereen grinniken, want dat vinden we heel ingewikkeld. Maar dat gewoon is doen als organisatie is heel belangrijk. Wat hebben ze ook gedaan? Kijken, wat doen werknemers zelf nu? Nou, werknemers doen heel veel om aan een duurzame inzetbaarheid. Die denken er echt aan, want die denken allemaal, ja, ik moet mijn pensioenleeftijd wel halen. Dit zijn allemaal dingen die mensen doen. En het leuke is dat er dingen in staan die je op het werk kan waarnemen. Maar een hele hoop dingen doen mensen in hun eigen tijd. In hun vrije tijd. En die zie je niet zo, maar die gebeuren wel. Omdat mensen er echt mee bezig zijn. Onder die 7000 zijn dit de meest genoemde zaken door werknemers zelf. En toen zijn een aantal organisaties hebben gezegd, ja, wat we dus moeten doen, is jij zegt dat er wel 10 factoren een rol spelen, dat die mix voor iedereen anders is. Dus wij moeten kansen gaan creëren voor mensen om gegeven hun mix aan de slag te gaan, binnen onze organisatie of buiten onze organisatie, met die problemen die ze hebben. En men heeft dat een ontwikkelboog genoemd. En men is allerlei dingen gaan bedenken, waarop ze met mensen elk jaar in gesprek gaan, om te kijken, nou ja, wat kan ik voor jou betekenen om de zaken waar jij tegenaan loopt, om dat te verbeteren. En dit wordt nu ingevoerd in een aantal organisaties. Wij hopen dat te kunnen volgen. En ik ben heel benieuwd of dat inderdaad leidt tot meer bewustzijn bij de werknemer, maar ook bij de leidinggevende. En vervolgens dat men er ook in slaagt om mensen in een actiestand te krijgen. Ik ben er wel optimistisch over, omdat dit gewoon een advies op maat is. Het is specifiek voor jouw situatie, kan je bedenken wat nou goed is.
Dus dat is eigenlijk ook om af te ronden wat ik organisaties adviseer. Het begint met een goede probleemanalyse. En een van de adviezen waar ik mensen wel eens een beetje boos mee maak is, ga nou niet uit van de analyse die je hebt van je verzuimcijfers. En dan wordt wel, ja, maar dat is het topje van de ijsberg. Nee, dat is helemaal niet het topje van de ijsberg. Dat is gewoon een kurk in de oceaan en dat zijn een paar mensen die bepalen dat. Het gros van de mensen heeft hele andere problemen. En als je daar niet achter komt, dan ga je sturen op de verkeerde dingen. Dus je moet heel goed bedenken, hoe kom ik daar nou achter? En ga ook bedenken, wat zijn nou factoren die te maken hebben met meer individuele dingen? Factoren die te maken hebben met de manier hoe je het werk hebt ingericht. En met de organisatie. Als je dat kan onderscheiden, kan je ook veel beter nadenken over wat je nou aanbiedt in je organisatie. Om daarmee aan de slag te gaan. En een van de grappige dingen in dat lerend netwerk, in de zorg, was dat we voortdurend in discussie gingen. Ja, maar sluiten de oorzaken die je nu signaleert aan bij de oplossingen die je aanbiedt? Nou, in een hele hoop gevallen was dat niet zo. Want men wist de oorzaken niet precies. En ja, men vond belangrijk dat er iets gebeurde. En men deed dus dingen die men zelf belangrijk vond. Even vergetend dat men in een heel andere situatie zat. Dus dat is echt een van de lessen die we daar geleerd hebben. Zorg dat dat kan. Probeer ook gewoon, het hoef je niet puur wetenschappelijk te doen, maar je kan gewoon proberen te ontdekken, wat werkt bij mij nou? Dus als je iets aanbiedt en niemand maakt daar gebruik van, ja, dan is het overduidelijk dat je niet de goede vorm hebt gevonden in je aanbod. En als je iets doet, evalueer dan een half jaar of een jaar later. Blijkt toch moeilijk te zijn in die organisaties waar ik dan rondloop. Er wordt van alles gedaan, maar als je dan vraagt, ja, weet je nou een jaar later wat het effect is geweest van je actie op het werkvermogen? Nee. Ik heb een paar gesprekken met die persoon gehad en de persoon ging me vrolijk de deur uit. Maar je weet niet hoe het een jaar later ervoor staat. Dus probeer gewoon op de manieren die kunnen binnen je organisatie te evalueren, wat gebeurt er nu? Mijn stokpaardje is eigenlijk 3. Ik kom zoveel organisaties tegen die allemaal een medewerkerstevredenheidsonderzoek hebben. En dan krijg je van die, nou ja, ik krijg het zelf ook in mijn organisatie. Dan krijg ik elk jaar van die scores. En dan wordt mijn wetenschappelijk personeel wordt gebenchmarkt. Ik werk in Erasmus MC met Erasmus MC. En dat zijn allemaal mensen die in de verpleging en de verzorging werken. Lekker zo'n benchmark. Daar heb ik natuurlijk helemaal niks aan. En dus elk jaar komen dezelfde punten naar voren toe. Ik wil eigenlijk dat wij een instrument hebben wat individuen invullen, waar individuen feedback krijgen, waar ze zelf kunnen kiezen, is dat feedback die voor mij alleen wordt gegeven of die ik wil delen met mijn leidinggevende, keuze van mensen zelf. En mijn ervaring is dat je verrast zal zijn over hoeveel mensen dat graag met een leidinggevende willen delen. Dan kan je samen een probleemanalyse maken, dan kom je in gesprek en dan kan je ontdekken van wat moet er nou gebeuren. En dan kan je ook ontdekken wat er in jouw organisatie op organisatieniveau moet gebeuren. Als in de zorg 60% van het personeel zegt, ik ervaar hier gebrek aan waardering, dan heb je wel wat uit te leggen in je organisatie. En dan moet je op gaan sturen. Dus ik vind dat je een medewerkerstevredenheidsonderzoek, op zijn Rotterdams gezegd, pleurt op. Maak daar iets anders van. Zorg dat het gaat over inzetbaarheid, de toekomst van mensen. Dat vinden mensen ook belangrijk, is mijn ervaring. En probeer dat ook over de tijd te evalueren. Afsluiten. Ja, lange doorweg, hoe moet dat dan? Ik maak mij zorgen over die bouwvakker. Ik heb veel onderzoek naar stratenmakers gedaan. Die gaan hun 65ste niet op deze manier halen. Daar moet je iets anders voor bedenken. Die moeten via na een bijscholing naar ander werk. En dat is een verantwoordelijkheid van de samenleving en van de branche. Maar ook van de samenleving. Daar moeten we echt wat aan doen. Werk als topsport is leuk, maar niet je hele leven.
Dat gaat niet lukken. Dus daar moet veel meer begrip voor komen. Het liefst zou ik iedereen dit toewensen. Hè? Vorige week traden ze nog op ergens in een zandbak in Amerika. Mick Jagger, 72. 72. Ik had eigenlijk het fotootje moeten vervangen door Bob Dylan, want die trad daar ook op, 76. En die heeft vandaag de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. Nou, toch fantastisch? 76. Treedt nog altijd op. Ja, wat hij zegt kan je niet meer verstaan, maar goed. Hij heeft lol en de mensen die naar hem kijken ook. Dus dit wens ik iedereen toe. Maar daar moeten we echt op een andere manier over duurzame zetbaarheid gaan nadenken. En ik adviseer niet iedereen de leefstijl van, nou met name deze. Het kans dat je dat haalt is vrij klein, maar je hebt altijd survivors. En dat is eigenlijk wat ik kwijt wil vandaag. Ja. Dankjewel Lex voor je verhelderende, relativerende presentatie. Jammer van die foto van Feyenoord, dat hadden we niet afgesproken. We hebben nog 5 minuten. Je krijgt niet iedere dag de kans om een hoogleraar een vraag te stellen. Dus ik kan me voorstellen dat er misschien nog mensen zijn die iets willen vragen. Dan is daar de gelegenheid voor. Ja, kom ik naar je toe. Als je het goed vindt tenminste, Lex. Ja, tuurlijk. Je had in een beginsheet had je iets waar gezondheid vrij laag stond en de relatie privé-werk vrij hoog. Als in arbeidsuitwisseling, ik weet niet precies wat het over ging, maar betekent dat dan ook dat de nadruk op gezondheid binnen bedrijven veel beter plaats kan maken voor die privé-werkbalans? Of is dat te algemeen gesproken? Nee, dat is algemeen gesproken. Wat wij in die zorgpopulatie hebben gedaan is dat wij dat werkvermogen instrument, dat is eigenlijk een instrument wat weegt hoe goed je gezondheid is om je werk te kunnen blijven doen. Dus in dat werkvermogen zit gezondheid als het ware in. En we hebben bedacht aan, nou ja, we gaan dan niet nog apart zeggen wat de invloed van gezondheid is, want dat zit in dat instrument. Ja, maar dat zijn factoren die gezondheid beïnvloeden. Dat is niet een gezondheidsfactor op zich. En wat ik niet heb laten zien, is dat wij in die organisatie wel hebben uitgesplitst van welke onderdelen van het werkvermogen wat in het instrument zit, krijg je nou de meeste strafpunten. En dan blijkt in de bouw en in de zorg, gezondheidsproblemen staan altijd op nummer 1. Ja, dus mensen met houdings- en bewegingsapparaatklachten, rug, nek, schouder, scoren gemiddeld zo'n 3-4 punten lager op het werkvermogen dan mensen die klachten niet hebben. Hart- en vaatziekte is dat wat minder, omdat dat heel vaak ook hoge bloeddruk is. En dan heb je met goede medicatie kan je dat op zich goed behandelen. Hè? Astma is wel weer hoger. Depressiviteit is eigenlijk het hoogste, maar dat hebben relatief vrij weinig mensen. Dus gezondheid is echt wel de nummer 1. Nog iemand? Ja, u zegt de mensen in de bouw, die redden het niet om tot hun pensioen zeg maar, door te werken. Ja. En dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid van de maatschappij om daar een oplossing voor te vinden. Maar dan is het natuurlijk ook wel zo dat die bouwvakkers, die werken allemaal zwart bij, die beunen allemaal bij. Ja. En ja, het is wel zo dat ze daardoor ook natuurlijk veel minder lang volhouden. En is het dan toch een verantwoordelijkheid van de maatschappij om het op te lossen. Hè? Ja, is een veel voerde discussie. Wij hebben in een aantal bedrijven is heel goed proberen in de kaart te brengen hoeveel er nou bijgebeund werd. En ik kan je zeggen dat een paar uur per week was. En dat is ook heel goed te verklaren, want wij hebben in Nederland een beetje een raar systeem in de bouw. Dus als in Amsterdam iets wordt gebouwd, dan komen de bouwvakkers uit Brabant. Dus die zitten om 5 uur in een busje. En die zijn dan om 6:30 op de bouwplaats. Dan werken ze tot 2:30 en die zijn dan om 4:30, 5 uur thuis. Nou, de gemiddelde bouwvakker werkt dan niet nog 2-3 uur per dag bij. Dus de hoeveelheid die bij wordt gewerkt is vrij beperkt.
En wat in de bouw afgelopen jaren is gebeurd, dat heel veel mensen zijn ZZP geworden. Het is ongeveer een kwart, een derde van de bouw zijn nu ZZP'ers. Vooral in beroep als tegelzetter, stucadoor. En ik heb daar een aantal gesprekken mee gevoerd. En dan blijkt dat ze, nou ja, als ze 30, 40 zijn, gezin, huis, hè, dan buffelen ze behoorlijk hard. En zo gauw ze 45 worden, 50, dan gaan die uren heel snel achteruit, omdat ze het fysiek gewoon niet meer volhouden. Maar ZZP'ers hun eigen werk beter kunnen organiseren. Dus daar is het ook een oplossing, zeggen ze zelf, om in het werk te blijven. Maar goed, ik vermoed dat ze dat op een 60ste, 65ste, als ze dat vol blijven houden, ja, dan werken ze misschien 20 uur. En dan, dus ik vind dat de samenleving moet nadenken over loopbaantrajecten, en zodat die mensen op een andere manier weer in die arbeidsmarkt terecht kunnen komen. En we hebben dat in de bouw zelf gedaan. Bij die stijgerbouwers zijn we met een loopbaanproject begonnen, 15, 20 jaar geleden. Dat loopt nog steeds. Vanuit het idee dat stijgerbouwers, als ze echt gezondheidsproblemen gaan krijgen, gemiddeld begint dat ze rond de 40ste, rug, nek, schouder, dat ze dan begeleid kunnen worden met geld van de sector naar een andere werkplek. En dat is, loopt nog steeds. En ik denk 150, 200 mensen per jaar die daar gebruik van maken. En dat, ja, dat vind ik prachtig, dat er is. Laatste vraag. Of het echt een vraag is. Het is, viel me op dat salaris niet in de top 6 zelfs ja. staat. Ja. Als ik kijk bij de gemeente Amsterdam, bij de buitendienstmedewerkers. Zij krijgen allerlei toelages. Wat maakt, weet je, een gemiddeld loon van een veger is €2250. Ik verdien ietsje meer, maar niet veel. Ik snap dat zij daar heel erg aan gehecht zijn. Ja. En het is ook echt wel een probleem om deze mensen te bewegen. Omdat ze ook echt gehecht zijn. En ook hun hele levensstijl op basis van dat loon ingericht is. En ze dat dus ook niet kwijt willen. Wanneer wij zeggen, joh, allerlei hele goede redenen die ze ook snappen. Maar je moet toch gaan veranderen. Maar ja, dat loon behoud je niet. Ja. Ja. Wij hebben dat in de stijgerbouw exact hetzelfde meegemaakt. Ik zeg altijd dat de stijgerbouw het beroep is waar je het meest kan verdienen met de minste opleiding. Dat is in de bouw een van de best betaalde beroepen. Daar geldt dat ook. En wat daar een succes is geweest, is de individuele coaching van mensen die gezondheidsproblemen hadden. Die dagelijks ervoeren dat ze, moeite met het werk hadden om die mensen te coachen naar ander werk. En in extreme mate heeft dat betekend dat we bijvoorbeeld in één bedrijf inkomenssuppletie voor het eerste jaar hebben kunnen organiseren die de werkgever betaalde. Zodat mensen het eerste jaar glijdend naar de nieuwe inkomenssituatie, want die werkgever zei heel terecht, als ik dat niet doe, wordt die persoon arbeidsongeschikt en dan ben ik straks 2 jaar kwijt. Dus die heeft dat gedaan. Dat was een groot succes. De arbeidsongeschiktheidsinstroom daalde 80% over 4 jaar. Ja, toen werd dat bedrijf overgenomen door een groot concern. En toen kwam er weer iemand anders en viel het plat. Maar dat is, daar moeten we als samenleving echt over nadenken. Want je hebt helemaal gelijk. Als je dat tegen een 25-jarige zegt, die heeft dat perspectief niet. Maar een 40-jarige stijgerbouwer met rugklachten die er regelmatig voor verzuimt, knieën, die weet gewoon, dit ga ik niet volhouden. Oké, okay. Dankjewel Lex. Ik wil nogmaals een applaus voor Lex Beurdorf.